Ja, we hadden een snetwandeling. Vandaag en morgen hebben we dat nog. En de mensen hebben lekker een wandeling gemaakt. We werden eerst ontvangen met een kopje koffie of een glühwein of een warme chocolademelk. En dan hebben ze een wandeling gemaakt. Bij de wandeling kwamen ze, dan kom je weer terug. En dan hadden we een heerlijke huisgemaakte snert. Hadden we. Ja, klopt. Ja. En we staan in een heel leuk kraampje. Dat is speciaal buiten gezet voor deze feestdagen. Ja, ja. Doen we elk jaar doen we dat met nieuwjaar. En dan bakken we zoveel mogelijk lekkere nieuwjaarsproducten. Ja. Kniepertjes, oliebollen, appelbollen, appelbeignets. Ja. Allemaal lekkere dingetjes. Onze soepen natuurlijk. En de soepjes allemaal huisgemaakt? Alles. En wat is jouw favoriet? Mijn favoriet? Ja, ik vind altijd wel goulash altijd lekker. Ik hou wel van een gevulde soep. Dus met lekker beetje vlees erin, paprika, uien. Dat vind ik wel lekker. Dan kun je ook wat zien misschien. En vandaag, de 29e, kunnen ze wandelen. En is het alleen voor vandaag? Ja, vandaag en dus morgen de 30e. En voor de rest is onze kraam, de oliebollenkraam, is open op de 29e, de 30e en de 31e. Ja. En jullie hebben droog weer besteld, ook voor de volgende dagen? Nou, het liefste wel. Het liefst ook nog met een zonnetje, maar je moet niet te optimistisch, is dat misschien. Het is snert weer bij een snert wandelen. Ja, ja. Bij een snert niet. Misschien het hoort een beetje grauw weer er ook wel bij. En jullie hebben overal aan gedacht, hè? Ja. Grote paraplubak zag ik klaarstaan. Ja. Ja. En plastic regenjasjes kunnen ze meenemen. Dus ze kunnen wel wandelen, maar ik hoop toch dat het in ieder geval tussendoor een beetje droog is en dan lukt dat. Ja. Een warm welkom hier bij Captain Jack in Beurse. Thank you.